Dit kippetje is gaar hoor. Woe! Ja, nu denk ik, yes, yes, ik ga maandagochtend volle bak, boem, boem, boem. Dit is je new best friend. En weer een nieuwe week. Een nieuwe sportieve week, hoop ik. Het wordt in elk geval een drukke week. Ik heb het zo druk met inspreken, waar ik heel erg blij mee ben en dankbaar voor ben. Maar dan denk ik dus meteen, oh, ik ga vanmiddag lekkere salade of soep bestellen. Omdat ik zo hard werk en dan verdien ik het ook, vind ik zelf. Zowel letterlijk als figuurlijk. Maar ik had nog een eigen soeppakket liggen. Dus ik ben nu al 10 minuten bezig met allemaal groenten snijden en hakken. En ja, Kelby, mijn voedingscoach, die zou trots op me zijn. Maar ik vind het gedoe hoor. Zeker op zo'n drukke dag. Ik heb er al wat beters te doen. Ik had nu ook even kunnen relaxen. Maar nee, in plaats daarvan ben ik heel hard aan het hakken en snijden en doen. En begin ik gewoon te huilen. Van het uien snijden. Maar goed, het wordt wel lekker. Het is namelijk mijn lievelingssoep. Zoete aardappelsoep. I love it. Ja, dat heb je niet gezien, maar we hebben ook nog kaart beenoefeningen gedaan. Oh. Wat zou je zeggen, Mike? Nee, ik zeg, Loor, wil jij misschien een beetje fris water? Je ziet er zo belabberd uit. Nee, dank je. Nee. Nou, het is dat Mike het zegt, hè. Maar inderdaad, ik kan wel een verkoelende douche gebruiken zonder hand. Ik was het aan het opscheppen dat we ook heel veel beenoefeningen hadden gedaan. Ja. En enorm hadden gebokst. Ja. Ja, was zwaar, hè? Ja, was echt zwaar. Was pittig en het is ook bloedheet. Bloody hot. Maar goed gaan. Ja. Lekker, lekker fanatiek, sweaty. Dit kippetje is gaar hoor. Woe. Weer een drukke dag vandaag. Ik moet ergens vandaag nog de tijd vandaan halen om iets van een uur op de crosstrainer te gaan staan. En dat wordt lastig, want het is echt super warm. En ik heb het gewoon heel erg druk. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon alvast lekker met de hond uit, heb ik dat gehad. Maar wat doet mijn lieve Olly vlak voordat we bij het einde van het bos zijn? Laat me zien, Olly. Helemaal in de blubber, hè? Ja? Heb je helemaal in de blubber gesprongen? Dus één van ons gaat douchen bij thuiskomst. Olivia, wat ben jij aan het doen? Omdat mama het niet doet, hè? Ja, iemand moet erop, hè? Oi, oi, oi. Ik zou dus vandaag met Mike gaan sporten, maar dat ging niet vanwege afspraken van mij, afspraken van hem. Dus ik had Mike beloofd, joh, ik ga wel even een uurtje op de crosstrainer. Of ik ga even een stukje rennen. Ik zie wel. Goed bezig. En ik heb helemaal niks gedaan. Ik wilde het wel doen. Ik had wel vanochtend mijn sport-BH aangetrokken. En mijn sportonderbroek. Ik heb daar speciale ventilerende toestanden voor. Maar het is dus gewoon niet gelukt. Ik heb het gewoon te druk. Te veel opdrachten. En het is ook zo warm. En mijn oudste dochter had de theateruitvoering om 5:00. Het ging hem gewoon niet worden. En daar baal ik van, want nu komt mijn schema dus in de war. Want ik moet ook nog sporten voor de fysio en dus voor Mike. En het is heet en ik heb heel erg veel werk. Maar verder gaat het heel goed. Ik wil jullie wel voorstellen aan mijn nieuwe vriend. Kijk, hey. Koekoek. Het is een kniekussen. Niet van een speciaal merk hoor. Ik heb hem gewoon online gekocht. Schijnen er gewoon heel veel van te zijn. Ging weer een wereld voor me open. Maar dan leg je dus je knieën. Dat is dus voor zijslapers. Als je dan dus in bed gaat liggen en dan komen je knieën tegen elkaar. Ja, bij mij doet dat dus zeer. Want ik heb de hele tijd last van mijn knieën natuurlijk. Gaat stukken beter trouwens. Maar soms word ik s'nachts wel wakker van de pijn. En door dit kussen niet meer. Dus dat is super fijn. Dus mocht je net als ik last hebben van die knieën die op elkaar liggen te duwen en te drukken s'nachts. Dit is je new best friend. Het is nu vrijdag en ik heb weer zo'n drukke dag. Ik heb alleen maar zitten werken vandaag tot nu toe. Het is nu 4:00 's middags geweest. Voice over, super blij met alle opdrachten. Maar man, ik kan niet meer. Ken je dat gevoel? Ik kreeg er ook niks meer behoorlijk op het eind. Last van mijn nek en stijf. En dan vanavond, ja, weet je, daar komt ook een deel van mijn toestand door. Zeg ik even heel eerlijk. Vanavond moet ik een soort toespraak houden bij de uitreiking van de lokale media awards. En ik ben daarvoor gevraagd en ik vind dat ik dat moet doen. Maar eigenlijk vind ik het dus echt doodeng. Serieus, vind ik echt doodeng om dus voor een hele zaal met mensen te gaan staan praten. Wat ik nu nog moet doen is dat ik kaartjes maak. Ja, dat gebruik je dan dus bij zo'n presentatie. Als ik straks klaar ben met knippen en plakken, dan ga ik gewoon sporten. Dan ben ik van die stressnek af.
Dan heb ik hopelijk weer een beetje ruimte in mijn hoofd. Dan kan ik er weer tegen. En dan kan ik meteen mijn haar even fatsoeneren. Want dat kan natuurlijk ook niet zo voor vanavond. Dus spring daarna onder de douche, ga ik mijn haar doen. Komt helemaal goed, mensen. Oké. Okay. Halverwege de training. Je ziet het. Ik ben weer in het bos. Het gaat niet zo heel erg goed. Allemaal rare pijntjes. En normaal gesproken gaan die dan weg tijdens het rennen. Maar vandaag niet. Dus dat is een beetje jammer. Een soort raar pijntje in mijn rechterknie. En links is ook niet blij. Dus ja, het gaat gewoon niet zo heel erg goed. Maar hey, ik doe het wel. Ik pak toch weer even, denk ik, een kilometertje of twee vandaag. En de stress is nog lang niet uit mijn lijf. Maar het voelt al wel iets beter. Het leek me zo'n goed idee. Dat ik dan gestrest ben. Moe. En even een stukje rennen in het bos. Even opladen. En dat was voorheen ook zo. Maar ja, die nieuwe manier van rennen, het valt gewoon niet mee. Ik vind het heel zwaar. En ik moet bij elke stap moet ik gewoon nog steeds nadenken. Dus ja, dat helpt ook niet echt. Dus dat is een beetje jammer. Maar goed, ik laat me niet kisten, hè. Je kent me. Weer thuis. Nou, ik heb uiteindelijk iets meer dan 3 kilometer gerend. En ik heb een ontdekking gedaan. Steeds die kleine stukjes van 2-3 minuten. En dan weer even lopen. Wandelen dus. Dat werkt dus niet voor mij. Daar word ik niet blij van. Pas het laatste stukje. Dat was iets van, ik denk 8 minuten of zo. Dat ik aan 1 stuk door heb gerend. Dan voel ik dat er allemaal processen op gang komen in mijn lijf. Want ik dacht echt halverwege, ik kap ermee. Ik ga gewoon nooit meer hardlopen met die knieën. Zover was ik al. Maar goed, dat laatste stukje, dat ging dan gelukkig wel weer goed. Het zit er alweer op. Het ging goed. Ik heb het overleefd, de speech. Weet je, uiteindelijk vallen dit soort dingen altijd wel weer mee. Oh nee, het is donker en nou zie ik dat het licht op mijn fiets het niet doet. Shit. En die galajurk is ook een kleine ramp om mee te fietsen. Nou, dan moet ik even iets vreubelen dat ik licht van mijn telefoon heb. Ik ben er nog veilig thuis gekomen hoor. Handig joh, die AWB fietshouder. Ik kon zo mijn telefoon erin opzetten met het zaklicht aan, de zaklamp, flashlight. En toen had ik alsnog gewoon verlichting op de fiets aan de voorkant. Het achterlicht deed het wel gewoon. Nou, helemaal goed. Ik heb zaterdag heb ik echt nog urenlang ingesproken thuis. Ik wil ook een beeld. Allemaal voice-overs en dingen. En dus het is nu zondag en het is nu family time. En dan nog even lunchen met de family. Kijk, brood met geitenkaas. Pannenkoek, nog meer dingen. Dus, ja. Volgens mij wel een iets wat gezonde keuze. Hoop ik dan maar. Zo. Ik ben eigenlijk net wakker. Dat is gek. Want het is bijna avond. Op zich wel lekker gezeten op het terrasje. Maar er zat naast ons een groep vrouwen. En die waren zo aan het tetteren met elkaar. Ik snap het wel hoor. Hartstikke gezellig. Maar bla 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 bla. Ik moest er helemaal van bij komen. Ik ben het ook gewoon niet meer gewend. Dus ik dacht, ik ga even op bed liggen en dan ga ik daarna sporten. En ik ben dus gewoon in slaap gekukeld. Ja, ik heb het blijkbaar nodig. Dus dan maar even aan toegeven. Maar het is nu bijna 6 uur en er moet ook eten op tafel. En ik had gezegd dat ik dat vanavond ga fixen. Dus ik denk dat ik maar moet gaan koken nu. Dus hoe moet het dan met sporten? Het is al zondagavond. Ja, dat gaat hem dus niet meer worden. En dat is een beetje suf. Maar morgen is maandag. En Mike, die kan de hele volgende week niet sporten. Dus ik heb van hem een heel lijstje gekregen dat ik zelf aan de slag mag. Ja, en gaat dat lukken? Ja, nu denk ik, yes, yes. Ik ga maandagochtend volle bak, boom, boom, boom. Rennen, sporten, opdrukken, oefeningen van de fysio doen, heelspooroefeningen doen, druk, 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 ga ervoor, yes. Maar gaat dat lukken? Het was een drukke week qua werk. Fijn dat ik vandaag nog even wat dingetjes met mijn gezin kon doen. Daar was ik wel aan toe en ik merkte het vooral aan mijn jongste dochter. Die wilde echt de hele dag bij me zijn en het liefst bovenop me zitten. Dus die was ook echt wel toe aan wat mama tijd. Ja, en dat is natuurlijk het belangrijkste. Hè. Dat gaat dan even voor. Maar ja, ik krijg ook zo vaak berichtjes van andere moeders die vragen van... Goh, hoe doe jij dat? Hoe verdeel jij dat? Daar moet ik misschien binnenkort maar een keer een podcast over opnemen. Maar ja, zoals je merkt, ik doe ook maar wat. Oké. Okay. Tot zover de vlog. Want Oliviaatje komt hier naar boven. Hi Moppie.